Na de gelijke spelen bij Roda JC en Helmond Sport en de slemielige nederlaag bij Jong Ajax wil het ambitieuze Almere City morgenavond tegen Excelsior eindelijk de eerste overwinning op vijandelijke bodem boeken. Afgelopen zondag won Almere met meer geluk dan wijsheid de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. En trainer Robert Molenaar wil in Kralingen daarom een andere ploeg zien. Nou, ik vind dat we veel meer juk van ons af moeten gooien en laten zien waarom we dat Almere-embleem dragen. En meer dynamiek moeten laten zien en meer durf. En dan komt het voetballende vermogen wat erin zit vanzelf. Anwar Benzaboe was dé ontdekking van het vorige seizoen. Maar dit seizoen kan hij onder de nieuwe trainer Robert Molenaar nog niet op een basisplaats rekenen. Ja, dat is niet iets wat ik had verwacht. Je gaat het seizoen in met een lijn die ik wel doortrek van vorig jaar. En dan kom je ernaast staan. Maar dat weerhoudt mij niet om 100% te geven op de training. Ik wil fit blijven. Ik wil 100% geven. Op het moment dat ik erin kom, weet ik dat ik alles ga geven en zorgen dat ik er niet uit ga. Het staat als een paal boven water dat hij de kernwaarden heeft om uiteindelijk van grote waarde te zijn. Ook in onze manier van spelen. En wat voor hem nieuw is. Maar ik ben ervan overtuigd, de manier waarop hij zich ook opstelt en de manier wat hij laat zien in arbeid, dat er best aan zit te komen. Hij is er klaar voor op het moment dat ze hem inbrengen en dat is belangrijk. De nieuwe spits Nick Venema is weer terug na een interland weekend met Oranje onder de 20 jaar. De FC Utrecht huurling kon 2 weken geleden terugkijken op een zeer turbulent debuut bij Almere, waarin hij scoorde en na een duw de rode kaart kreeg. Was je te gretig misschien? Ja, ik denk het wel. Ja, je scoort natuurlijk de 2-1 zelf in blessuretijd. Ja, en als je dan nog een tegengoal krijgt, dan wil je eigenlijk, ja, Ajax stond met 10 man. Dan wil je zo snel mogelijk nog de 3-2 proberen te maken, want er was nog tijd. Maar ja, dat misschien iets te gretig. Wachten, Excelsior. Maar nog geen basisplaats als ik een beetje op de training afga. Ja, nee, daar leek het inderdaad niet op. Maar ik hoop zo snel mogelijk in ieder geval. Nog geen basisplaats dus voor Venema. Terug naar Benzaboe, die een lastig duel verwacht tegen Excelsior. En stiekem toch verwacht te gaan spelen. Ik hoop te gaan spelen, ja. Ricardo Kip ging eraf met een ribblessure. Dat opent misschien perspectieven voor jou? Ja, dat kan. Dat gaan we zien. Het is een blessure die niet fijn is bij hem. Maar we gaan zien of hij gaat spelen. De wedstrijd tegen Excelsior begint vrijdagavond om 8 uur.